Bij de familie Burenbrug uit Heerlen is het een bijzondere dag. Het is woensdagmiddag en 5 van de 10 kinderen hebben vandaag hun eerste zwemles ooit. In de stille hoop dat iedereen gewoon blijft drijven, luncht het gezin samen als een soort laatste avondmaal. Telefoon. Van tafel. Hoe was het op school vandaag, jong? Gewerkt. Heb je gewerkt? Wat heb je gedaan dan? Jorien. Gekleurd, gespeeld. Buiten gespeeld. Buiten gespeeld? Heb je eigenlijk veel gespeeld? Nee. En wat zeggen we dan? Zo. Sorry. En dan gaat een kop thee over de tafel. La, niet met de vingers in. Papa? Mama, papa, kijk. De bal is goed. Mama, ik heb een uitnodiging gestuurd. Mag je alsjeblieft accepteren? Nee, we zijn eten, dus je legt je telefoon weg. Telefoon weg. Hij gaat niet uit. Dan ben jij persoonlijk niet op. Maar nog een broodje. Ja, inderdaad. Ah. Blijven hier nu. Ik ben niet. Of ik even hier of ik stop hier waar de zon niet schijnt. Het ziet er naar uit dat de Burenbrugjes wel wat energie kunnen missen. Met z'n vijven vullen ze al bijna een heel zwemklasje. En wie gaat er zwemmen? Xavier. Ekka. Charianne. Ekka. Chevan. Genot. En Darro. Die mag in de tuin zwemmen, hè? In het schelpje. Ja. Ja. Wat ga je doen op het zwembad? Een bommetje maken. Oh. Ja. Ik ga een salto maken. Jullie gaan niet vrij zwemmen. Jullie krijgen zwemles. Jullie moeten zwemles doen, hè? Nee, jullie gaan de basis leren. Net als een kikkertje gaan jullie leren zo met voeten en handen zo. Moeten jullie, jawel, jullie moeten toch blijven drijven? Nee. En jullie moeten eigenlijk gaan drijven dadelijk zonder bandjes en dingetjes die jullie dadelijk omkrijgen. We hebben 2 zwembaden in de tuin staan en daar zwemmen ze natuurlijk wel in. Maar goed, dat is natuurlijk wel heel anders in vergelijking met het echt zwemmen, hè? Want ze kunnen er gewoon in staan. Xavier die kan goed zwemmen. Maar Xavier heeft ook al zwemles gehad. Ja. Maar hij is zo gestopt, want hij wou toen niet meer. Papa. Maar Chevan en Darro en Genot... Ze kunnen ze vrij goed. Die kunnen ook heel goed zwemmen. Of ze straks ook met zwemmen een deuk in een pak boter zullen slaan, is nog maar af te wachten. Eerst maar eens op tijd zien te komen. Ik denk dat we het gaan redden. Nee, nooit. We redden het nooit. Als pakken we het vliegtuig, hè? Ja, Jordan. Jordan gaat knippen, hè? Nee, ga je niet knippen. Vandaag is het harenknipdag bij de familie Lopez. En daarvoor gaan ze niet naar de kapper. Nee, alles is gewoon in huis. Want de alleenstaande papa Jay draait ook hier zijn hand niet voor om. Ik was 13 toen ik naar Nederland kwam. En ik ging naar de kapper. En terwijl ik zat te wachten, keek ik altijd hoe hun mensen knipten. En ik zei tegen mijn tante, ik zeg, ja, dit kan ik zelf ook. Ze zei, nou, dan ga je toch proberen. En zo ging ik in de badkamer staan met een spiegel achter mij en een zijkant en zij erbij. En dan ging ik knippen, ging ik oefenen. Het ging natuurlijk in het begin hartstikke slecht. Hey. Zo heb ik leren knippen. Ja, en knijpers, elastiekjes. Scheren, knippen, stijlen, figuurtjes maken. Laten we zeggen, Jay is er de geknipte man voor. Jairo is echt iemand die houdt van elke keer fresh. Dus liefst knip ik hem elke week. En hij en Danilo zijn niet zo echt van het moet. Maar zelf zorg ik wel dat ze echt 1,5 week, zo 2 weken, dus nog eens even bijhouden. Tot zover het jongenskapsel. Dat is nog een makkie. Jordan is klaar. Ja, ja. Zo fresh is zo clean. Talita vindt het nog wat beangstigend. Zo'n vader met een tondeuze. Maar dat blijkt nergens voor nodig, want Jay heeft namelijk ook een steltang. Steltang. Ik ga een paar knotjes maken. Scheidingen. En dan begin ik van achter naar voren. Als ik haar haren doe, haar vriendinnen hier in de wijk, die zegt, ik ga vraag je vader als ze voor mij kan doen. En dan komt ze thuis van school en zegt ze, papa, die en die heb gevraagd als je de haren ook kan doen. Ik weet niet, als ik dit voor elke vrouw die binnenkomt, zou ik het doen, dat weet ik niet. Maar als ik een wenkbrauw moet doen, doe ik het wel. En haren verven kan ik ook.
Hier verder mee kijken, was dat je scheiding? Papa kan het beste bij mij haren stylen. Hij kan ook mijn puntjes goed knippen. En kleren kopen voor jou? Ja. Nou dan. Of draag je jongenskleren? Nee. Topjes en de hemdjes en dat, al dat gedoe. Pff, soms is het hoofdpijn. Nou, we zijn er doorheen. Wauw, een vader die beter is met je haar dan jijzelf. Wat wil een dochter nog meer? Jij bent klaar, jij bent ready to go. Ook Jairo en Danilo zijn aan de beurt voor een Coupe J speciaal. Niks spiegel, anders zie je hoe slecht het is. Nee, ik ga maar thuis kijken in de spiegel, hier niet. Wat wil je met je haren? Alles weg. Alleen de zijkant. Ja, je gaat zien. Nee! Er zijn er vierjarig, hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat zijn zij. Wij vinden het allen zo prettig, ja, ja. En daarom zingen wij blij. De familie Adema viert vandaag de verjaardagen van Hiske, Aukje, Jinte en Eefke. De vierling mag 3 kaarsjes uitblazen. Dat zijn er dus eigenlijk 12. Anne en Alex zijn met de oudste dochters de hele avond druk geweest met het versieren van het huis. Hartje, gefeliciteerd. Niet te dichtbij. Niet te dichtbij. Help, help, monster. Help, help, help. Zo'n viervoudige verjaardag heeft toch net wat meer voet in de aarde dan maar eentje. Anne zou zo een cateringservice kunnen beginnen. De kleine meiden die worden vandaag 3. Dus veel visite, veel cadeautjes, veel herrie en veel gezelligheid. Ik heb toch al een cracker gehad, schat? Wil je nog meer cracker? Dat is lekker. Ik heb bij gisteravond ben ik begonnen met wat avondeten. Heb ik een couscoussalade gemaakt. En ik heb een hartige taart gemaakt. En er komt vanavond dan nog soep bij. Je hebt de mond nog vol. Wil je die eens even leeg eten? Wie? Even wat boel aan het snijden en aan het doen. De meeste is al klaar met de laatste dingetjes nog. Ik vind het wel een drukke dag. Ik ben wel altijd helemaal munt, helemaal kapot. Als wij meehelpen dan? Ja, maar jullie helpen altijd al heel goed mee. Dat is heel, heel fijn. Anders wist ik helemaal niet hoe ik de dag doorkwam. Kunnen we nog meer doen, mama? Stofzuigen, ramen lappen. Dat wordt één groot feest, hoop ik. Dat is tenminste de bedoeling. Bij de Buddenbrugjes is het een race tegen de klok om op tijd te komen bij zwemles. Tot grote ergernis van Tyla zit de vader nog niet echt in. Bob, je is kwart over. Ja. Zo, hier zijn de vaste boven. Heb je die schoenen aan? Nee! Dan ga pakken. Ga je schreeuwen met de baby al niet bij jou? Stefan, hey, stop. Stop, klaar. En jij ook, hey. Ik wil nog niks meer zien, hè, van vechten al. Is klaar al, hè? Maar ik ga jullie echt straf geven, en flink. En dan moet er nog een planning gemaakt worden, want ook dochter Charienne krijgt zwemles. En die moet nog opgehaald worden van school. Maar jij kan ook alvast naar het zwembad rijden. En dan rijd ik Charienne ophalen en dan rijd ik door naar het zwembad. Je doet alsof het zwembad een half uur rijden is. Kijk eens de klok. Het is 12,8 kilometer, ongeveer reistijd 7 minuten ongeveer. Lieve schat. Kortom, ze zijn eruit. Rob brengt 4 kinderen naar het zwembad. De oudste zonen blijven bij de 2-jarige Gideon. En Tyla gaat snel Charienne ophalen. Mama heeft duidelijk alles weer onder controle. Xavier, jij roept je papa erin. Ja, mama, ik moet Charienne meenemen. Daar. Kan Daro ook nog bij jou? Jazeker. Daro, ga jij ook bij papa? Kom mee, joh. Jij gaat bij papa, jullie rijden niet door naar het zwembad. Kom. Ik moet nu Charienne halen, kom. Mensen zien nu zo op het zwembad. Wacht, daar komt de auto. Ik moet even de andere afkoppelen, die staat daar natuurlijk ook erop, hè. Kom maar, loop maar. Nee, mag jij niet doen, hè. Nee, kom, daar gaat het fout met jou, wil ik niet hebben. Met vingertjes en zo. Zo, iedereen zit eindelijk waar hij moet zitten. Nu nog op tijd komen voor de zwemles. We gaan oma bellen. Ja, op de iPad. Kom, we gaan oma bellen. Jongens, kom. De ouders van Jay wonen op Curaçao en dus ziet hij ze weinig.
Er wordt gespaard om met de kerstdagen naar ze toe te gaan. En tot die tijd houden ze contact via internet. Hallo. Hallo, oma. Hallo. Hallo. Danilo, hoe is het? Goed. Oma. Ja, ja, Topo, toch? Ja, ik ook. Hij heeft een 10. Wat had je gekregen? 9. 10 min. Dus ongeveer, ja, 9,5. Ik kan niet dat die dingen zingen voor mij. Welke dingen zingen? Die WhatsApp school link vrienden. Felis, oma wil dat je zingt. Gaan we zingen? Linkerhandje, kom. Kom, kom. Oma, laat oma, laat oma horen. Kom, zing je dan. Niet ja, nu. Dank u voor deze nieuwe morgen. Dank u voor deze nieuwe dag. Dank u dat ik met al mijn zorgen bij u komen mag. Yay! Maar al snel blijkt dat Jay meer behoefte heeft aan een privémomentje met zijn moeder. Ja, gaan jullie boven even spelen? Ja. Ja, gaan we boven spelen met pop. Jay heeft raad nodig. Over zijn 12-jarige dochter Talita, die nu in haar puberteit is beland. En met al die vrouwendingen weet Jay zich soms geen raad. Mama. Ja? Ik wil een paar dingen met je doornemen. Advies of hoe of wat. Hoe kijk jij daarnaar? Omdat Talita krijgt haren ook zo. Je weet toch, overal. Ja. Ja. Dus borstontwikkeling en pijn en noem maar op. Ik heb zo'n bio-olie gekocht. Candy olie. Ja, dat het helpt. En vanwege zwemmen heeft ze natuurlijk, je weet toch, dat groeit aan de zijkant eruit en al die dingen. Ai, ai. Dus ik heb bij je, ik heb een ontharingscreme wat ze zelf kan smeren en dan hoeft ze niet met een tondeuze en zo te doen. Zou dat werken? Ja, het kan wel, ja. Ja? Kan zo. Ja, ik zat te denken, ik kan moeilijk gaan scheren of... Ja, ik weet het niet, dus ik denk, even snel vragen. Die crème is goed, hoor. Ja? Je hoeft niet te scheren, ja. Dus dat en met de ongesteldheid gaat het ook goed. Nou, dat klinkt zeer geruststellend. De eerste keer voor mij was het van, oké, wat moet ik kopen? Ik had een oude luier, ik heb de tampon, maandverband, alles heb ik gekocht. Mijn moeder ging helemaal stuk, maar dat hebben we allemaal niet gebruikt. We hebben gewoon even een oude luier van Felis geknipt. En ik zeg, hier, zet. En weet je, dat was even, dat ging even diep. Ja, en nu de fase van mijn tepels doet pijn en dat groeit en dat doet pijn. En dan wil ze natuurlijk papa laten zien. En dan zeg ik, nou, hier heb je bio-olie, smeert en masseer. En probeer het te bellen naar mijn moeder. Dus ja, dit zijn toch andere dingen. Dus ik denk, laat me je even snel tussendoor even vragen. Ja, laat ze zelf smeren bij die zijkant van de sowieso. Sowieso moet ze zelf smeren. Mag ze het ook zeker weten, want daar gaan ze zweten, weet je. Dat gaat stinken, hè? Ja, met haar onder de oksels. Oké, dankjewel. Ik ben trots op jou. Jij bent geweldig. Zij er alleen voor komt te staan? Ja, ik denk niet hopeloos. Nee, dat niet. Nee. Kijk, nou, ik denk dat dat wel goed zit. Ik moet eerlijk wel denken dat ik daar wel eens bij stilsta. En dat ik er nog niet heel erg blij van zou worden als dat zo zou zijn. Ik denk dat we op dit moment elkaar wel hard nodig hebben. Ik doe alles. Ik doe poetsen, strijken. Ik kan alles, ja. Ik kan koken, ik kan in principe alles. Ja, nu daar ben ik niet bang voor. Ja. Dus af en toe moet je ook gewoon dingen van je kunnen afzetten. Je moet af en toe ook gewoon kunnen zeggen van, nou, ik gooi de deur dicht en er is iemand die ik volledig vertrouw en alles kan overnemen. Ja. Het wordt geen chaos, nee. Nee. Ik denk wel dat het, jawel. Nou ja, daar wil je niet aan denken. Maar... Nee. Maar het lukt hem wel. Ik ben best wel trots op dat hij alleenstaande vader is met 5 kinderen. Papa gaat gewoon hier, de feestdoos. Bij de familie Adema kan het grote verjaardagsfeest bijna beginnen. Mijke en Imre helpen hun vader graag met de laatste voorbereidingen. We hebben 2 dezelfde slippers. Nou, hoe wil je ze ophangen? Hier één zo.
Dat doe ik niet, dat doe je zelf. Ja, en nu dan? Nou, maar kan jij hierbij in de hoek? En als je zoveel peutertjes hebt, dan vind je er nog wel eens eentje ergens verloren in een hoekje. Ga je hier zo even naar binnen? Je hoeft niet te helpen, dat mag. Wat is dit voor cijfer? Cijfer. Nee, dat is de drie. En wie zijn de drie? Jij! En wie nog meer? Goed zo! Het constant opletten en enthousiast blijven kost ook een hoop energie. Ik heb verjaardagen niet zo leuk. Het is vooral heel erg leuk voor kinderen. En we doen erg ons best om het daar heel erg leuk voor te maken. Maar ik ben altijd aan het rennen en het vliegen en aan het draven. En ik ben altijd blij als het erbij is. Om dit feest tot een daverend succes te maken, hebben Anne en Alex een luchtkussen gehuurd. Ja, dan moet je daar gaan staan. Hi. Koetje, mag ik binnenkomen? Wie is aanbellen? En het is op drukke dagen als dit dat ieder gezinslid zijn eigen potentie en kwaliteiten maximaal tot bloei kan laten komen. Kijk, zo zie ik Alex het liefst. En als iemand in zijn kracht staat, kan dat behoorlijk aantrekkelijk zijn. Het is altijd een beetje zoeken zeg maar, naar het leuke erin. En dat is gewoon je genietende kinderen. Hoop dat ik af en toe nog even rustig kan zitten. Dan komt alles goed. Ja, nou, voorlopig niet. Je moet aan de bak. Want de visite is er. En die willen gebak. Want zo gaat dat op verjaardagen. Oh, maar er is er vierjarig. Hoera, hoera. Dat kun je nog zien. Dat zijn ze. Het duurt niet lang of het huis staat op stelten. En dat is even omschakelen. Zelfs voor Anne, die toch wel wat gewend moet zijn inmiddels. Ik vind het altijd een beetje overdonderend, merk ik. En dan denk ik, als ik het al overdonderend vind, hoe is het dan voor de kinderen? Maar ja. Nou, die hebben het prima naar hun zin, hoor. Met het ontwikkelen van hun muzikale talenten. Wachten, 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 wachten. Niet zomaar de straat over. Javan, wat zei ik net? Je luistert weer niet, hè? Het heeft wat voeten in de aarde gehad. Maar Rob arriveert nog net op tijd met zijn vier zonen bij het zwembad. Tayla heeft in de tussentijd de 14-jarige Charienne opgehaald van school. Want ook zij heeft haar eerste zwemles. Met z'n tienen thuis. Kinderen. Kunnen jullie al een beetje zwemmen? Ja. Heel goed. Ik kan maar één ding doen, dat is even kijken hoe goed jullie allemaal zijn. Dus kom maar eens even erin, ja? Nou, dat belooft wat voor de zwemles. Zal de badmeester de bende van de Buddenbrugjes onder controle weten te houden? We gaan door de hoepeling. Wie durft dat? Ja, dan mag jij beginnen. Ja, ja. Is het niet goed? Maar nee, we moeten natuurlijk op de bodem. Probeer eens. Ja. Lucas zwemmeester. Ja. Ja, hij is heel enthousiast. Ja. Kom eens. Terug. Hallo. Kom op de bodem. Chino, Chavan. Hier zijn we bezig, hè. Hallo. Hallo. Kijk dan. Ga ons rustig tasten. Kijk. Chavan. Luister, hè. Wat is de laatste keer geweest? Kom, nu weer weg, nu weer weg. En gaan we eens even af. Het is nieuw, hè. En het is een beetje aftasten. Ja, ik denk minder het uitproberen is, ja. Eén voor één. Jij is. Chavan. Ja, hallo, hallo. Chavan. Kom ik hier opnieuw? Ik denk na een les of twee, dan is dat toch wel rustiger allemaal. En dan gaat het wat beter met structuren, zeg maar.
Alleen nog een keer. Beter luisteren, hè? Wij gaan van deze kant. Een badmeester heeft het talent van een leeuwentemmer. Want langzaamaan krijgt hij alle vijf de burrenbrukjes door de hoepel. In gestroomlijnde volgorde. Ik denk dat de oefening met de hoepel goed ging, hè? Onder het water. Ze gingen allemaal... Ja, zelfs Charianne. Ja. Extra trots zijn Rob en Tyler vandaag op dochter Charianne. Dat zij zo goed meekomt met de les is namelijk helemaal niet zo vanzelfsprekend. Onze dochter is 14 en ze zwemt dan tussen haar jongere broertjes van 5, 6, 8. In dit geval dan eentje van 11. Maar het punt bij haar is gewoon dat op mentaal niveau zit ze gewoon op een lagere leeftijd. Een lagere kalenderleeftijd. Dus haar 14 jaar is eigenlijk maar een jaar tussen de 6 en de 8 jaar. Hè? Vermoeden is zuurstoftekort als baby zijnde. Dat is een zware bevalling van 24 uur. Dat is dus ook de reden waarom ze dus eigenlijk nu pas op zwemles gaat met de rest van de kinderen eigenlijk. Nou, Siobhan doet het goed, hè? Ja, kijk hem gaan. Doet ze het goed? Ja, ze doet het best, hè? Ja. Je moet alleen nog wat meer oren erin vangen. Dat komt nooit goed. Ja, dat ken ik. Ik heb er wel vertrouwen in. Gaat goed komen. Ja. Normaal moeten we toch een beetje strenger worden. Niet meer zoveel spelen. Maar nu gaan we echt zwemmen. Straks de volgende les. Je hebt het goed gedaan. Na afloop wil Rob graag van alle kinderen horen hoe zij de les ervaren hebben. Wat vond je van het zwemmen vandaag? Kom. Niet leuk. Vond je het niet leuk? Waarom niet? Leuk. Omdat je niks mag kopen. Oh, dus als je wat mag kopen, vond je het wel leuk. En jij, wat vond jij ervan? Jij vond het wel leuk? Ja? En jij, Charianne? Vond jij het ook leuk? En jij, Sophie? Dus volgende week gewoon terug? Goed zo. Anne en Alex borstelden zich vandaag moedig door vuile bordjes, stukken taart en kopjes thee heen. De ouders van Alex zijn ondertussen ook aangekomen uit Friesland. 6 kinderen opvoeden, waarvan 4 peuters. Dat kan een aanslag zijn op je zenuwstelsel. Oma maakt zich soms ook wel een beetje zorgen om al die drukte. Is dit de ingang of is dat de ingang? Dit is de ingang. Hiske mag naar binnen, oma's die mogen niet naar binnen, geloof ik. Mijn zoon heeft het heel druk, mijn schoondochter heeft het heel druk. Het is normaal, altijd heel druk natuurlijk. Het is een drukke huishouding, dus je moet ook niet overspannen worden. Hè? Je moet niet te druk worden binnen. Hè? De hele dag aan het werk en dan moet je s'avonds de kinderen nog doen. Moet je het huis nog een beetje aan kant maken. De kindjes hebben hun tijd nodig, ze moeten eten allemaal. Er moeten 6 dametjes moeten groot worden. Maar ik zie dat het heel goed gaat. De kinderen groeien hartstikke goed op, dus prachtig toch? Allemaal van die vrolijke meiden. Ach ja, als de kinderen het maar leuk hebben. En dat hebben ze, buiten op het springkussen. Opa wordt er spontaan melancholisch van. Ik geloof dat deze leeftijd wel de leukste leeftijd is als opa zijnde. En als knuffelgehalte, dat is gewoon geweldig. Wie had dat ooit durven dromen? 4 van die blakende kinderen. He? Toen ze geboren waren, amper 1 kilo. Dus wat wil je nog meer? Dan ben je opa en oma. He? We hebben nu een elftal. Nou, wie kan wat zeggen? He? Top. Top. Kleinkinderen, lijkt me ook nog wel wat. Ja, nou, dat hoop ik wel. Ik weet niet of ze dat dan ieder 6 moeten gaan doen. Dat we dan 36 kleinkinderen hebben, dat weet ik niet. Of dat een goed idee is. Het lijkt me geweldig om jouw kinderen te zien groot worden. En op het moment dat hun vader en moeder zijn, om een dag met je kleinkinderen zo bezig te zijn. Ja, gruwelijk, geweldig. Ieders 2 of 1 of 2 vind ik ook goed hoor. Of 0. Of 3. Ja, of 12 mag ook hoor. Ik denk dat hij voor die groot gezin gaat. Deze. Talita, 3. Danilo, ook een 3 kinderen zo, hè? Ik denk ik wel. Hij 2. Rustig, chill. Felis, schat. Felis, ja. Ik ga voor de eentje misschien. Als je van 10 kinderen ieder 1, hè, dan heb je er al weer. Ja, en ieder 3. Ja, ik kost er maar 1, man. Oh. Nee, hoe dan weer? Als je dat op jou zou lijken. Ik wil er 8. Dan zou ik daar een combo gelijk in geven. Dan zou ik ook maar eentje. Eentje is genoeg.
Na het gesprek met zijn moeder wil papa Jay graag op een bijzondere manier zijn waardering uiten voor zijn oudste dochter Talita. Dit zijn de momenten dat je ziet dat je dochter groot wordt. En ze is 12, ze is een grote meisje. En ik kan haar vertrouwen. En dat ze mij ook vertrouwt. En daar ben ik ook dankbaar voor. Ik heb iets voor je gekocht. Zit het daarin? Ja, het zit hierin. Voel. Nee. Nee, serieus. Nee, is duur. Wacht, laat het los. Kijk, voel, voel. Het is duur, er zit niks in. Er zit wat in, kijk. Ja, maar je ziet het. Voel erin. Ga nou daar staan. Zo, je bent net een vrouw. Nee, Elke, ja, toch wel. Papa is een grote meisje. Huh? Ja, iPhone 3. Papa, ga je iets geven, ja? Weet zien. Nee. Ja, huh? Ja. Zijn hun eens laten zien? Ja, doe maar. Ja, weet je zien. Doe maar eens zien. Ja, oké, ik ga Felix laten zien. Felix. Felix, kijk. Voor je zus. Weet je waarom? Ja. Ja, weet je waarom? Kijk, Talita. Het is een ring. Kijk, heeft papa voor jou gekocht? Een hartje? Ja, weet je waarom? Nee. Je bent een hele grote meisje geworden. Van lichaam, alles in je leven. Ja. En dit krijg je van ons. Kijk, een steentje met een hartje. Ja, die duw je weg. Hier, voor jou. Laat je zus zien, je zusje. Die mag je niet kwijtraken. Dat krijg je van ons. Papa, voor jou. Ja? Dat Talita de oudste is van het vijftal zorgt duidelijk voor een speciale band tussen vader en dochter. Ze is onderweg naar een dametje. Ik hou van haar. En zij weet dat wij allemaal van haar houden. En dat doe ik gewoon namens ons allemaal. Gewoon van de broer. Veel dingen meegemaakt. En het gaat echt goed met haar. Echt, dan mag ik echt serieus. Het gaat echt goed met haar. Bij grote gezinnen is er altijd wel iemand jarig. En bij de familie Buddenbrook pakken ze daarvoor groot uit. De microfoon deed het niet. Dus ik moest even snel weg een microfoon halen. En toen heb ik nog hier zo'n lichtgeval gehaald. Dat bleef in mijn handen plakken. Vorige week was zij jarig. En voor hem zouden we ook een feest geven. Dan hebben we gezegd, weet je wat we doen? Ook om kosten te besparen, hebben ze zoiets van, doen we dus gewoon lekker samen vieren. En hun willen wat gaan zingen vandaag. Wat rappen. Hé, hey, niet doen. Niet doen. Net nieuw. Hoi. Nu een beetje normaal doen. Nee, die doet niks. Jij doet ook niks. Dus ja, we doen jullie allebei hetzelfde. Niks. Ja. Niet doen. Miguel wordt 18 en Jorien 16. En dat vieren ze dus samen. Ze hebben wat vrienden uitgenodigd. En wat hun moeder Tyla niet weet, is dat ze straks allebei voor haar willen rappen. Oh. In ieder geval komt er geluid uit de speakers. Tyla heeft nog niets door. Ze bekommert zich om die prachtige taart die ze speciaal heeft laten maken. En Gideon ook. Gideon! En één is met een scooter. Omdat Jorien voor zijn scooterrijbewijs wil. En van Miguel. Voor de? Auto. Ja. Omdat hij krijgt rijbewijs. Mm, ja. Wat doen wij eerst voordat er gesneden wordt? Zingen. Allemaal liedjes zingen, hè? Hand. Nee. Ja. Ja. Kan het niet. Eén. Twee. Zingen. Lang. 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 Klinkt voor geen meter. De taarten zien er fantastisch uit. Met uitzondering van een kleine, te verwaarloze spelfout dan. Mijn naam is 6 letters. Ja, maar de moeder G, maar dat maakt niet uit. Ja, dat weet ik. Moet je ons... Ze heeft mooi werk geleverd. Van haar zeggen. Die voor mij, die voor mij. Ondertussen houdt Rob buiten alle kleine feestbeesten goed in de gaten. Maar ook wat zijn oudere zonen betreft, weet hij precies waar hij op moet letten. Ja, dat bedoel ik. Niet meer doen. Klaar. Anders ga je maar naar binnen. Kermis. Hè? 18 is voor ons een bijzondere leeftijd natuurlijk. Dat is toch vanaf 18 jaar mag je een hele hoop. In die zin, er zijn nog een hele hoop dingen toegestaan. Je mag drinken, je mag helaas ook naar een koffieshop mag je vanaf 18. Je mag autorijden. Dus er zijn in één keer vanaf 18 een hele hoop vrijheden
die je kind krijgt, hè, op die leeftijd. Maar alleen, we hopen wel dat we daar nog een beetje invloed op kunnen blijven houden. Hè, met drinken, met andere zaken. Ja, ik drink wel. Geen bier, wist ik niet. Vodka, ja. Rond een uur of 9, 10 zetten we de shisha-pijp buiten. Voor de zekerheid wil Rob zijn alcoholbeleidsplan nog even overleggen. Ja, die van 16, die drinken dadelijk een biertje. En ik was aan het denken aan maximaal 3 glaasjes. Met 16. Ja, dan is de faai nog niet op de kop. En dan hebben ze toch iets geproefd van alcohol. Nou, dat is bij deze akkoord. Ik had het al gestopt. Ja, had je al verstopt? Oh, kijk. Rob is op de hoogte van het plan van zijn zoons. En hij zou niet willen dat ze bij het optreden een modderfiguur slaan door technische problemen. Dus voor de zekerheid test hij even de microfoon. Maar dit is de laatste keer. Ik weet, jij kijkt nu op me neer. Straks als het beter gaat, hoop ik dat je voor me staat. En dan zie je niet meer staan en zeg dat je beter kunt gaan. Nou, prachtig. De microfoon doet het dus. Hopelijk zit het talent ook in de rest van de familie. We zijn allebei niet heel erg van de experimenten geweest. We zijn niet heel erg. Tenminste, niet dat ik weet dat wij heel erg... We hebben natuurlijk wel ons gedrag gehad dat je denkt van... helemaal heilig zullen we allebei ook niet zijn geweest. Ik denk dat we allemaal wel wat hebben geprobeerd. Hè? Misschien met een beetje alcohol of een noemen ze dat, een jointje of iets. Ja, Alex is pas gaan drinken toen hij mij leerde kennen. Ik ging wel aan de alcohol, dus... 16. Dan willen we... Jongen, de 16 is... Dit is pas de score, dus die werd veranderd. Van 16 naar 18. Zullen wij niet zijn? Ja, dus dan zijn we met 16 willen we dan wel... In huis. Wel in huis, niet buiten huis. Ik accepteer niet eens een glas cola. Omdat het slecht voor je is. Dus... Ik hoop dat ze blijven praten. Ook qua drugs, roken, noem maar op. Pa, wat is dat? We proberen ze nu al heel veel vrijheden te geven. Dingen. Het is niet zo dat we ze hash laten gebruiken of zo. Nee, wel, dat niet, maar gewoon... Maar ze laten wel zijn dingetjes zien. Waarom, en ze weten wel bijvoorbeeld waarom drugs bijvoorbeeld wel of niet goed zijn. Dat weten ze al wel. Kijk, hij is nieuwsgierig. Hij heeft van mijn vader wel, weet je, proeven van bier. De Nilo, weet je, dat nieuwsgierigheid. Maar ja, het mag. Maar ik geloof wel dat... Er zit er niet echt nog een leeftijd. Hè? 16 jaar? 18. 18. Pas boven de 18 mag je. Kijk, hoor dat. Was het een leuke dag vandaag? Ja. Hebben jullie lekker kunnen spelen? Ja. Op de springkussen? Ja. Oh. Oma. En ook met oma kunnen spelen, stoeien. Bij de Adema's gaat het dak eraf. De meeste visite is alweer naar huis. En dat betekent voor de vierling... After party! En Hiske! En dan gaat Aukje zingen. Zingen, nee. Uit het hele repertoire, wat gaan we doen? Olifantje. We gaan Olifantje in de klas zingen. Olifantje. Gaat niet gebeuren, de vier zijn klaar met feesten. Voor ze bed induiken neemt Alex nog even de dag door. Waar ben je, Eefke? Ja. Oh, hallo. En wat vond jij het leukst vandaag? Cadeautjes uitpakken, zingen, muziek maken? Ik weet het toch niet. Jij weet het nog niet. Nou, dan ga je er nog maar een nachtje over slapen. Wat vond je het leuk dat iedereen is gekomen? Oh. Hey, oh, ja, daar val je. Zeg maar, daar. Ja, gaan we nou eens lekker slapen. Hè? En dan, na een lange, lange dag, komt Anne eindelijk toe aan welverdiende rust. Het is 8:30 ongeveer. De kinderen liggen allemaal op bed. Alex brengt mijn moeder even naar huis. En ik heb de beentjes hoog. Bij de familie Lopez wordt nog lang niet aan slapen gedacht.
De kinderen hebben heel andere dingen aan hun hoofd. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ze zijn aan het verstoppen. Het is verstoppertje spelen. Ik ga overstoppen. Iedereen moet wel zo naar bed. Jammer genoeg voor Jay beheersen zijn kinderen uitstekend de kunst van het tijdrekken. Ik ben echt blij wanneer die batterij leeg is. Tanden poetsen en dan toem, klaar. Allemaal naar boven. Ik ga nu tellen en dan ga je wel in de rij naar boven. Hè? Tanden poetsen. 1, tanden poetsen. 2, douchen. 3, slapen. Morgen. 4, vijf, zullen we opruimen? Ja. Als het bedtijd is, blijken kinderen toch spontaan dingen te kunnen opruimen. Jij hebt je tanden gepoetst? Jij gaat douchen, begin je sokken uit te doen. Ja. Je dinges. Pardon. Pardon. Ja. En je moet je pyjama aan. Wacht. Fles. Nee, ik fles. Wacht. Ja, fles. Mijn kast is. Mijn kast is dood. Kom, doe uit. Kom, kom. Kleren uit. Kom. Ja, dit gebeurt bijna elke avond. Ga je deze in de was doen? Misschien. In de was. Ja. Misschien. Een andere beproefde tactiek om langer op te mogen blijven is natuurlijk slijmen. Tusje? Papa? Ja? Jij moet bij mij slapen. Moet ik bij jou slapen? Ja. In mijn eigen bed dan? Nee, geen papa-kusje. Weet je hoe blij papa ben als jullie slapen? Geef je broer een kusje. Geef je broer een kusje. Laat rusten, ja? Knuffelen, ja, natuurlijk. Dat doet het ook altijd goed. Kom, kusje. Lekker, ja? Ja. Ik hou van jou. Ja. Ik hou van jou. Ik wil even met jou kroelen. Wil je met mij kroelen? Ja, hier zo. Hier zo, oké, heel even dan. Bijna wat doet dat. Gaat helemaal pluizen. En nu, wat ga je ermee doen? Knot. Ja, kan je met een knot? Of moet je gewoon zo slapen? Een knotje. Ja. Tidi, kusje. Ga je lekker slapen? Morgen weer een nieuwe dag. Ja? Slaap lekker, ja? De jongens zijn bijna klaar om te gaan rappen voor hun moeder. Rob kan daar helaas niet bij zijn, want als opperhoofd van de familie gaat hij op jacht naar voedsel. Rijk aan voedzame vezels. Ik ga nu naar de frituur, ga ik wat eten halen. Want er zijn niet zo heel veel mensen. Dus ik denk, dan kan ik gewoon wat makkelijk. Hoeven wij niet zelf te gaan en de hele tijd in de keuken en zo. Kunnen we ook een beetje genieten. Nou, we wilden eigenlijk frikandellenbroodjes maken en zo'n ding allemaal. Maar goed, ik denk voor 20, 25 man. Ik denk, ja, kunnen net zo goed schieten halen. Kijk, doe mij maar 25 frikandellen. 25? Ja. Ja. En voor 20 euro friet. Jawel, prima. Heeft u die eten goed gesmaakt gisteren? Ja, heerlijk, was heerlijk. Ja, dat is echt heerlijk. Ja, ja. Gisteren hebben we kapsalons gegeten. En dan was dat ook een beetje een tijdnood. En hun maken heel lekker eten hier. Dus dan op de feestdagen bestel ik hier altijd. Met het eten komt het wel goed. Hoe zit het eigenlijk met de geluidsoverlast? De kleintjes die gaan zo rond een uur of 9 uur, misschien 9:30. Zullen de kleintjes naar bed gaan. De muziek gaat uiteraard wel een stukje lager. Hè? Ik bedoel, het blijft natuurlijk niet rampen stampen de hele tijd. Want daar worden we zelf ook gek van. We zijn ook niet meer de jongste. Dus het is geen discotheek, maar we houden het wel gezellig. Hè? Dus af en toe zelf misschien wel een nummertje wat harder gaan. Goed, hey, okay. Dankjewel. Tot ziens. Hey, het is makkelijk. Oké, okay, ja. Doei, doei. Goedenavond. Doei. En dan neemt Miguel als eerste zijn momentje met een zelfgeschreven rap voor zijn moeder. Ik loop mijn doel op, ik loop in de mist. En mama die hoofd, maar ze hoopt er van niks. Ik ben niet de zoon die je mist, ik loop op brood voor niks. En ik dood in mijn kist, hier mijn hoofd op niks. Maar je leven is deze moeder die je zoon niet gemist. Wat gemist ik vaak, heb je zorgen voor niks. Je zag me zorgen voor mij, je zag me zorgen voor niks. Dat ik stek in mijn jas, was je morgen gepist. Wat gemist ik vaak, waarop voor zorgen je zit. En zit ik in die zorgen, zijn de zorgen voor niks. En je zoontje die wist niet welke kant die op moest gaan. Had ik slecht bepaald, maar dit onder het goed. De woorden van haar oudste zoon, nu eindelijk volwassen. Raken Tyler diep. Je kan niemand meer geloven, ze zijn overgelopen. Ze brengen door de ring. En dat het lied Tyler zo raakt, heeft een eigen geschiedenis. Dat ik niet altijd
beste seizoen ben geweest eigenlijk. Als ik veel dingen heb gedaan. Ja, daar gaat het eigenlijk over. Ja, en uiteindelijk is het dan sloeg bij mijn moeder hard in. Dus, maar bij mij ook. Dus, En dan is het de beurt aan Jorien, die ook een nummer heeft geschreven over de rol van zijn moeder in zijn leven. En ook dit nummer mist zijn effect niet. Dat nummer wat ik net deed was gericht naar mijn moeder, ja. Toch wel. Het was een beetje een verrassing, want mijn moeder en zo die wisten niet dat ik dat ging doen. Ik was zelf ook een beetje aan het twijfelen. Niet helemaal, ik had hem niet helemaal lukte die, maar... Ja, ik deed het toch voor mijn moeder. Haar reactie vond ik wel echt mooi. Ja. Dat is waarom ik muziek schrijf, mensen te kunnen raken. Dat is toch wel belangrijk. Dus het doet heel veel met je. Ik had niet verwacht. Dat hebben ze met z'n tweeën even bedacht. Zo maakt je trots. Ja. Het zijn toch je jongens, hè? En jongens worden groot, hè? Kleine dochters blijven dochters. Rob heeft geen idee wat hij allemaal gemist heeft net. Maar dat maakt niet uit, want het eten is er. En dat is eigenlijk net zo belangrijk. Van bochtjes. Van de sausen. Yo, chappies, we kunnen eten. Tot diep in de nacht vierden de Buddenbrukjes feest alsof hun leven daarvan afhing. Wie ook wel eens toe is aan een feestje, alleen niet nu, is Jay. Die liggen allemaal op bed. Ja. Zo kan ik even tot rust komen. En dan kan ik nu gaan daten. Nee joh, gekheid. Ik kan nu even zitten en een kopje thee. En dan kan ik straks ook even douchen en dan slapen. En dan zitten we weer op. Ja. Nou, Jay, daar zou ik niet al te zeker van zijn. Kopje thee. Danilo, hoor ik jou op de gang? Ja. Waarom? Ik heb een neusnet. Altijd heeft hij wat, jongen. Serieus. Kom hier, kom. Wat is er? Je hebt geplast, je hebt tanden gepoetst, je hebt dat, je hebt zus, je hebt dat. Maar je neus, die zat opeens verstopt. Oké. Wat is het, Danilo? Mag ik thee? Nee, je krijgt geen thee, je moet gaan slapen. Ga slapen dan. Papa houdt van jou, jij moet gewoon gaan slapen. Licht uit op de gang, deur dicht van je kamer. Ha, kinderen, hè? Volgende keer in een huis vol. Anne en Alex nemen een zevende kind in huis. Het is niet een echte dochter. Ga je er toch wel net iets anders mee op? Eerlijk zeggen hoor, als het niet lekker is. De jongste Buddenbrug wordt gedoopt. Aan de Heilige Geest. En daarbij gaat de hele kerk bijna in vlammen op. Geloof in dit licht. Amen. En Jay probeert weer iets van zijn eigen leven op te bouwen. Ik heb een oproep van opvang. Ze zeggen dat Felis niet zo lekker is. Kleine jongens worden groot, hè? Kleine dochters blijven.